adresseren aan de Commissie voor de Volksgezondheid, comma, in gevolge de wet openbare gezondheid van 1936, punt. Betreft, dubbele punt, tetanus, punt. Tussentijds verslag van de medische inspectie, punt. Inleiding, punt. De eerste bijzonderheden werden onder mijn aandacht gebracht door Dr. L. E. Silverston. Dr. L. E. Silverston, comma, toen hij me over deze kwestie opbelde. Wanneer hebben jullie het laatst met een geval van tetanus te maken gehad? Tetanus? Daar hebben we hier nooit mee te maken. En als er nou toevallig eens een epidemie zou uitbreken? Wat is dat nou voor onzin? Tetanus heeft toch geen epidemie? Maar meer dan één geval in dezelfde buurt. Dat zou je toch te denken geven, niet? Dat spreekt vanzelf. Waarom vraag je dat? En hoeveel moet je er hebben om echt ongerust te worden? 2, dat is wel meer dan genoeg. Juist. Dat wou ik maar even weten. Waarom? Nou, zo denk ik er ook over, zie je. Die 2 gevallen heb ik hier. En ik verwacht diagnosebevestiging van nummer 3. En ze staan niet op zichzelf. In de Hooiberg. Een hoorspel van Arnold Jarrow, vertaald en bewerkt door Anne Iwitsch. Regie, Jan C. Hubert. Bij mijn onmiddellijk hierop volgend bezoek aan het Algemeen Ziekenhuis vond ik 1 patiënt in vergevorderd coma. Barry Longworth, student, 19 jaar. Hoe lang is die al zo? Sinds vanmorgen vroeg. Hij is er slecht aan toe. Was hij al toen ze hem binnenbrachten. Kaken verstijfd, spieren samengetrokken. We hebben hem onmiddellijk de nodige eenheden anti gegeven en verder alles gedaan om hem in leven te houden. Zonder die machine was hij al dood geweest. Geef je hem nou een kans? Niks van te zeggen. Als ze niet zo lang hadden gewacht met het inroepen van doktershulp. Maar ja, meer hetzelfde liedje. Hè? Niemand dacht dat het ernstig was. Stijve nek, slikmoeilijkheden. Om deze tijd van het jaar ligt laryngitis meer voor de hand. Tocht gestaan, je kent dat. Ja. De ouders vertelden dat hij helemaal geen dokter wou. Maar ja, zij het al met alle geweld wilde. En wie hebben we hier? Charles Delmore, 18 jaar. Beroep, student. Zo. Ja, die geef ik meer kans. Hij is naar huisarts gegaan zodra hij pijn voelde. Binnen het uur hadden we hem hier. En dat derde geval? Puur toeval dat ik erachter kwam. Ik liet de apotheek Londen opbellen voor een extra voorraad gammaglobuline. Toen vertelden ze daar dat er net zo'n verzoek was binnengekomen van het hospitaal in Cranley. Konden ze het mooi met dezelfde trein meesturen. Cranley? Oh, dat zie je zo'n 15 mijl vandaan. Ik heb ze natuurlijk opgebeld. En ja hoor, ze hadden daar een geval van tetanus. Jazeker, een jonge knaap. Een student. Veel jonge mensen zijn student. 15 mijl is toch een flinke afstand. Jawel, maar deze jongen reisde elke dag heen en weer. Als spoorstudent. Oh? Ja, Graham. Ze zijn alle 3 op de Technische Hogeschool hier. Wanneer zouden we kunnen beginnen met ondervragen? Die andere jongen over een paar dagen. Misschien. Maar deze, Longworth, durf het niet te zeggen. En die in Cranley? Is vanmiddag overleden.
De twee overlevenden waren in geen enkel opzicht tot enig antwoord in staat, comma. In staat, comma. Doch mijn staf was al aan het werk gegaan, comma. Om zoveel mogelijk ter zake dienende inlichtingen te verzamelen bij ouders, comma, kamerverhuurders en vrienden, punt. Daarbij kwam één belangrijk punt naar voren, comma, het welk mij door mijn assistent, comma, de arts en Penny, comma, onder de aandacht werd gebracht. Niet alleen dat ze dezelfde colleges volgen, ze zijn ook nog lid van een klein select groepje, de Supercats. Wat is dat voor heidense naam? Oh, dat zal wel weer zo'n wild stelletje rumoerige jeugd wezen. Er zijn veel van die clubjes. Ze klitten bij elkaar om... Ja, meneer Penny, ja. Ik lees ook kranten. Wat spoken die Supercats uit? Daar gaat het om. Nou, wat ze allemaal uitspoken. Bij elkaar hangen in espresso-bars en maar kletsen. Protestbijeenkomsten beleggen, demonstreren... Dat wijst niet in de richting van tetanus, daar heb ik niks aan. Doen ze aan atletiek, grottenonderzoek, beklimmen ze bergen. Kortom, bestaat de mogelijkheid dat ze verwondingen hebben opgelopen... al zijn het maar schrammen, ontvellingen... onder gelijktijdige, gelijksoortige omstandigheden... In deze tijd van jij? Wel nee, dokter. Feestjes bouwen, platen luisteren en zo, dat is alles wat ze doen. En gaat het daar dan misschien een beetje wild toe? Ook niet, dokter. En afgezien daarvan, die jongens in het AZ hebben geen schrammen of ontvellingen. Geen schaafwondjes, niets. En dat sterfgeval in Quenley? Ze zullen ons een afschrift van het verslag sturen. Zo, waar zijn we gebleven? Oh ja, paragraaf 2, A en B hebben we gehad. Het wordt dus C. Uittreksel, verslag, hospitaal Quenley. In zaken het eerste geval met dodelijke afloop. Dodelijke afloop, punt. Tussen haakjes. Vermoedelijke oorzaak, infectie, dubbele punt. Huidpunctie, linker onderarm. Haakje sluiten. Ondertekend door de administrateur en de chef medische dienst van Hospitaal Quenley. Van Hospitaal Quenley. Punt. Ik verzocht dokter Silverstone de twee patiënten in het AZ onverwijld nogmaals met de grootste nauwkeurigheid op soortgelijke huidbeschadiging te onderzoeken. Punt. Niets gevonden, Graham. Tenminste, geen beschadiging of littekens die we positief hebben herkend als veroorzaakt door enige punctie. We hebben elke vierkante centimeter bekeken, maar zelfs met een vergrootglas... Helemaal niet? Ja, luister nou eens. Toon mij een lichaam dat nou werkelijk nergens een microscopisch schrammetje en speldenprikkersplintertje heeft opgelopen. Maar puncties, zoals jij bedoelt, nee. Zwellingen? Zweertjes? Oh, bij geval 1 bij longwortels hebben we een lichte ontsteking aan de rechteronderarm geconstateerd. Maar ik zou met geen mogelijkheid kunnen zeggen waardoor die kan zijn veroorzaakt. Maar zelfs als het een prik zou zijn geweest van de soort waar jij naartoe wilt, zijn er een heel rijtje onschuldige redenen voor te bedenken. Penicilline bijvoorbeeld. Of misschien zijn de heren in behandeling geweest bij een kliniek voor venerische ziekte. Wat ze dan ook niet aan de grote klok hebben gehangen, nietwaar? Maar je zult het natuurlijk wel moeten uitzoeken allemaal. Daar zijn we mee bezig. We gaan alle mogelijkheden na. Is er nog enige hoop dat Longworth ons iets kan vertellen? Niet meer. Gaat het mis? Verhevigde tonus, ademhaling nog slechter. Algehele malaise.
Het enige wat we voor hem kunnen doen is die verrekte pijn wat verzachten. Het is geen prettige handelijk. Arme kerel. Zei je de rechter onderarm, Silverstone? Ja. Is hij links? Hoe kan ik dat nou weten? En wat doet dat er nog toe? Misschien toch. Ik zal het laten nagaan. Nee hoor. Zijn moeder zegt dat hij heel normaal rechtshandig is. Ze heeft nog nooit opgemerkt dat hij in het bijzonder zijn linkerhand gebruikte. Dus als die ontsteking door een injectienaald is veroorzaakt, is het niet waarschijnlijk dat Longworth zelf die naald heeft gehanteerd? Nee, dat denk ik ook niet, dokter. En toch... Nee, zo komen we er niet. Laat eens horen, meneer, wat we nou eigenlijk weten. Geval 1. Hospitaal Cranley. Mogelijke oorzaak infectie, huidpunctie linkeronderarm. Indicatie positief. Geval 2. Algemeen ziekenhuis. Lichte ontsteking rechteronderarm. Indicatie onzeker. Geval 3. Idem. Geen huideffecten geconstateerd. Indicatie negatief. 1 positief. Dat is niet genoeg om mijn veronderstelling waar te maken, hè? Nee, dokter. Maar als we die 2 andere gevallen nou eens heel secuur napluizen... Dat is toch al gebeurd? Zeker, maar als het 2e geval nou eens wel door een injectienaald is veroorzaakt. Het is niet volstrekt onmogelijk. En nummer 3 dan? Ja, daar zit ik nou juist aan te denken. Die Charles Delmore is er niet zo slecht aan toe. Dat zou kunnen wijzen op een lange incubatietijd. Zeker, dokter. Maar... Dan is het ook mogelijk dat een prik bijvoorbeeld 3 weken geleden opgelopen inmiddels geheel is genezen. Ja, dat zou natuurlijk kunnen, dokter. Matt Graham? Nou, een uur geleden is geval nummer 4 binnengebracht, hè? Silverstone? Ja. Student? Ja. Hoe oud is die? Het is een zij. 18 jaar. Mary Hasseltine. Een meisje? En op de technische? Ja. En heb je daar gevraagd? Onmogelijk. Dat was ook niet nodig. Waarom niet? Het is een mooi meisje met een tere blanke huid. Ja. En? Die vertelt het hele verhaal. Linkerbeen verstijft. Reageert krampachtig bij aanraking. We hebben een mooi cirkelvormig hematoompje gevonden met een duidelijk punctiewondje in het midden. Waar? Op de linkerdij. Wat nou? Op haar? Onzichtbaar, collega. Zelfs voor haar onmiddellijke omgeving. Ik heb haar moeder hier, dus als je... Ik kom. Meteen. Ik begrijp het niet. Ik heb wel eens gehoord dat mondkramp, dat je dat kunt krijgen als je je in je hand snijdt, maar tussen duim en wijsvinger. Dat zegt de volksmond, ja. Dat kan ook wel eens de oorzaak zijn, mevrouw Hasseltine, maar het is beslist niet de enige. Die andere dokter zegt dat Mary zich misschien geprikt heeft met een naald. Maar dat kan niet. Ik heb het tenminste nog nooit met een naald in de vingers gezien. Maar dan kan ik me ook niet voorstellen dat er dikker een in haar kleren heb laten zitten. Dokter Silverstone heeft geen naainaald, bedoelt mevrouw. Ik begrijp u niet. Vertel eens, mevrouw. Wat is Mary voor een meisje? Waar stelt ze belang in? Wat voert ze uit? Dat heeft er toch niks mee te maken. Wordt ze daar beter van? Dokter Silverstone en zijn mensen zullen alles doen wat menselijkerwijze mogelijk is. Dat kan ik u verzekeren. Maar ik moet erachter zien te komen waar en hoe uw dochter dat wondje aan haar dij heeft opgelopen. Omdat het waarschijnlijk is dat nog anderen op dezelfde manier zijn besmet. Kunt u dat begrijpen? Oh, ja. Maar ik weet er eigenlijk zo weinig van. Mary is net als andere meisjes van de leeftijd. Die verdoen tegenwoordig een tijd meer buitenshuis dan in het gezin. Hun vriendin en vriendjes kennen ze beter dan hun eigen ouders. Uranside, afdeling voor moderne technologie? Ja, aantal ingeschreven studenten. 1733.
Dat is niet gering. Nee. Een naald in een hooiberg. Zeg dat wel. 1733. Zoek nou maar eens uit hoeveel daarvan ooit met Mary Hesseltine hebben gesproken. Laat staan wie er kunnen weten wat voor kind het is. Zoek dat maar eens uit, ja. Pardon, dokter? U neemt alle beschikbare mensen mee. De rector Magnificus heeft zijn volle medewerking toegezegd. De prezes van de studentenorganisatie ook. Dat laatste zou wel eens het belangrijkst kunnen zijn. Nou, we hebben er 1712 gehad van de 1733, dokter. En? Niemand in staat, misschien kan ik beter zeggen, niemand bereid tot het geven van inlichtingen waar we iets aan hebben. Pauline Beckwith is misschien de enige. Wat is dat voor een kind? Ze zit hiernaast. Laat maar komen. Ja, komt u mij. Dit is dokter Graham. Dokter. Pauline is een vriendin van Mary Hesseltine. Een hartsvriendin? Ja, dokter. Mooi. Ga zitten ze. Dank u. Nee, dokter Penn, ik heb liever dat u hier blijft. Misschien prettig, hè? Hebt u juffrouw Beckwith verteld wat er met Mary in de hand is? Min of meer. Ik weet alleen dat ze plotseling ziek is geworden. Ernstig, dokter. Gevaarlijk? Dat mogen we wel zeggen, ja. Gevaarlijk. Voor een ieder die dom genoeg is om dezelfde risico's te durven nemen als Mary. Risico's? Ik begrijp niet. Lieve kind, ik zal je precies vertellen wat ik bedoel. Zodra je mij eerst een beetje hebt ingelicht. Goed? Ja. Goed, dokter. Mooi. Jij en Mary zijn altijd samen, hè? Wij niet alleen. We zijn meestal met een clubje. Goed. Maar in dat clubje heb je haar toch dikwijls ontmoet. Vaak genoeg om te weten wat ze deed, welke kleren ze had. Soms wel, ja. De Supercats, zegt dat je iets? Jawel. Is het je dan nog niet opgevallen dat er vier van het groepje plotseling vlak na elkaar ziek zijn geworden? Ja, dokter. Ben jij soms ook een Supercat? Ja. Dan bestaat er dus een zeker verband tussen jou en die vier. Maar ik ben toch niet ziek? Zo te zien niet. Nee. Maar wacht eens. Heb jij kort geleden, een jaar of zo, in het ziekenhuis gelegen? Een operatie ondergaan? Nee, dokter. Een ongelukje gehad misschien, waarvoor je bent behandeld. Ja, dokter. Hoe raadt u dat? Oh. Van de politie, natuurlijk. Wel, nee, mijn kind. De politie staat hier buiten, hoor. Het was gewoon een vermoeden. Vertel eens. Hoe kwam dat zo? Oh. Was van een duo zit gevallen. Motorfiets. Ik had een snee in mijn arm. Niet erg, hoor, maar ze hebben me toch naar het ziekenhuis gebracht voor een paar hechtingen. Ik kwam zo weer weg. Mijn ouders hebben er geen eens erg in gehad. Een schrammetje, zeg ik maar. En toen heb je een antitetanus injectie gehad, hè? Wat voor soort injectie het was, weet ik niet. Maar ik kreeg een briefje mee voor mijn huisarts. Die heeft een tijdje later ook nog een prik gegeven. Juist. Dokter Penny? Ja, dokter. Laat u het voor alle zekerheid nog even nagaan. Zeker. Nou, Pauline Beckwith. Het zou wel eens kunnen zijn dat die injecties ook nu je leven hebben gered. Mijn leven? Dokter, ik... Ik weet bijna zeker dat jij na dat motorongeluk met antitetanusserum bent behandeld. Als het niet zo was, was je nu net zo levensgevaarlijk ziek als Mary Hesseltine. Als je tenminste net zo'n stommiteit hebt uitgehaald. Welke? Stommiteit. Het is beter dat je me dat zelf vertelt. Wat moet ik vertellen? Dokter Penny heeft me gevraagd met hem mee te gaan, maar ik... Kom nou, Pauline, doe niet zo kinderachtig. Je weet best dat je met dokters vertrouwelijk kunt praten. Dat zegt u. En ik zeg het ook.
Dit is een afdeling van het departement van volksgezondheid. En die gezondheid is het enige wat ons interesseert. Met wat jij ons vertelt, zullen we iets kunnen doen, een ramp voorkomen misschien, zonder jou erin te betrekken. Ik heb niets te vertellen. Hoe kwam je eigenlijk op de gedachte dat de politie ons zou hebben ingelicht? Omdat ze alles hebben opgeschreven. Wat er is gebeurd. Die jongen had geen rijbewijs. Die motor was ook niet van hem. Zeker ook een Schuberke? Die jongen? Ja. Zeg, wat doen die Schubercats eigenlijk als ze bij elkaar zijn? Oh. Praten, debatteren. Platen spelen. Drinken. Soms. Dansen. Meestal, ze zeg maar altijd. Met elkaar naar bed? Niet vaak. Sigaretjes? Poeiertjes? Wat bedoelt u? Verdovende middelen. Dat is verboden. Streng verboden. Maar gebruiken jullie ze wel? Dat... Op deze vraag kan ik alleen maar voor mezelf antwoorden. Hoezo? Oh ja, goed, ik begrijp het. Nou? Misschien is het wel eens gebeurd, zonder dat ik het wist. We gaan zo vaak sigaretten rond. Die maak je niet open om te kijken wat erin zit. Marihuana bedoel je? Ja. Petpillen? Daar geloof ik niet in. Ik hou je wakker. Maar dat hoeft bij mij niet. Ik kan wakker blijven of slapen wanneer ik wil. En het zwaardere spul? Bedoelt? Heroïne, morfine, cocaïne. Wat hebben de volwassenen toch vreemde gedachten over hoe het bij ons toe gaat? Zo'n sigaretje is toch alleen maar voor de grap? Het andere spul is veel te gevaarlijk. We hebben er geen behoefte aan ook. En zeker het geld er niet voor. Ook niet voor een keertje? Bij wijze van experiment, om het eens te beleven, om erover te kunnen meepraten. Dat wordt wel beweerd, ja, maar ik geloof er niks van. Dus je hebt nooit, zeker niet de laatste weken, iemand zien rondsjouwen met een injectiespuit? Een injectiespuit? Ja, glazen buisje, zuigertje, naald. Kom, Pauline, je bent een intelligente meid. Behoorlijk opgevoed en zeker niet zonder wetenschappelijk inzicht. Nee. Nou ja, stel je er niet aan. Ik zal je in het kort vertellen hoe zo'n infectie met tetanus ontstaat. De smetstof moet in het bloed komen, wil ze kunnen gedijen. Aan de oppervlakte van de onbeschadigde huid komt er niks van terecht. Duidelijk? Ja, dokter. Nu de infectiebron. Bacillen natuurlijk. Maar waar komen die dan voor? Besmette grond, straatvuil bijvoorbeeld, waar ze in een soort slapende toestand rustig het ogenblik afwachten dat ze via een bloedende wond een dierlijk lichaam kunnen binnendringen. Zoals in jouw geval toen je van die motor was gevallen. Huh? Daarom heb jij meteen die antitetanus-injectie gekregen. Begrijp je? Jazeker, dokter. Maar vind jij het nu erg waarschijnlijk dat een aantal personen uit een toch beperkte groep zichzelf zou verwonden, geheel onafhankelijk van elkaar, en dan dezelfde infectie oplopen? En dat allemaal in een paar dagen tijd? Nee, dat niet natuurlijk. Moeten we dan aannemen dat de infectie is veroorzaakt door een roestige spijker, waar vier van je vrienden zich hebben bezeerd, allemaal op dezelfde tijd ongeveer, zonder dat iemand er ook maar iets van af weet? Dat klinkt wel veel gekker, vind je ook niet? Ja. Juist. Men zou zich die spijker herinneren en graag bereid zijn ons daarvan te vertellen. Nou? Oh. Ja, zeker, dokter. En weet je waar ik nou zo verschrikkelijk bang voor ben, Pauline? Nee. Dat er iets is gebeurd ten gevolge waarvan iedereen zijn mond stijf dicht houdt. Ja, ik hoor het zelf ook, dokter Penny. Een lugubere beeldspraak in dit verband, maar God weet hoe toepasselijk. Want ik ben er nu wel van overtuigd dat er een geïnfecteerde injectienaald in het spel is. Dezelfde naald die door een aantal jongens en meisjes is gebruikt voor het zichzelf op elkaar toedienen van een of ander narcotica.
Wat is er, kind? Ik voel me niet zo best. Zullen we even een korte pauze? Zal ik thee halen? Nee. Ik wil weg. Ik kan niks meer zeggen. Mag ik nou gaan, dokter? Alsjeblieft. Waarom zo'n haast in? Ik moet... Ik wil iemand opzoeken, nu meteen. Oh. Nou, goed, Pauline. Denk vanaf dat je hier terugkomt. Als je denkt dat je me iets zou kunnen vertellen. Oh ja, dokter. Zeker. Kan ik nou... Ja hoor. Tot ziens. Zal ik je even met mijn auto... Oh nee, dokter. Alsjeblieft niet. Dank u. Het is misschien toch beter als ik er even... Nee, laat gaan. Maar dat kind is in doodsangst. Ja, paniek. Maar niet voor zichzelf. Ze weet meer dan ze kwijt wil. En dat komt nog wel. Misschien wel. Maar wanneer? Ik denk dat ze nu alle studenten gaat opzoeken van wie ze vermoedt dat ze geïnfecteerd kunnen zijn. Durft u te raden hoeveel? Nee, maar ik zal dokter Silberston waarschuwen dat hij bedden vrijhoudt voor spoedopname. Uitstekend, meneer. Maar we moeten die naald opsporen. Ik moet er niet aan denken dat die nog steeds kan worden gebruikt. De naald in de hooiberg. Ja, dat hebt u al eens gezegd. Toch maar zoeken en blijven zoeken. Bent u nog wijzer geworden bij de huisartsen? Specialisten? Ontwenningsklinieken en zo? Nee. Nergens hebben we de namen van die vier kunnen vinden. In onze eigen dossiers komen ze ook niet voor. Als er sprake is van een narcoticum, moeten ze het clandestien hebben betrokken van een chageraar. Dat ben ik met u eens. Toch geloof ik niet dat we aan verslaving moeten denken. In dat geval zou er allicht één van die namen bekend zijn. En vrijwel zeker zou ieder zijn eigen spuit hebben. Tja. En toch moet die ene naald in de buurt van de Superket zijn. Ja. En er moet iemand bestaan die precies weet waar. Beslist. We ontkwamen niet aan het gevoel dat al die studenten zich voor een groot deel collectief onnozel hielden. Maar soms gaf er één tekenen van nieuwsgierigheid. Sommigen waren zelfs duidelijk bang, gealarmeerd. Een enkele, zoals Pauline, verwarde zich in uitvluchten. Ik ben er zeker van dat ze iets weten. Maar ook als ze er niet persoonlijk bij betrokken zijn. Denken ze er niet aan hun vrienden te verraden? Verraden? Maar hebt u die idioten dan niet duidelijk aan hun verstand kunnen brengen? Ik heb mijn uiterste best gedaan, dokter. Maar ze zijn bang voor de gevolgen. Zeker degenen die ermee te maken hebben. Harry met hun ouders. Hun naam in de krant. Van college geschopt. De schande. Moeilijkheden met de politie. Wel allemachtig. Als ze niet heel gauw boven water komen, zullen ze nooit meer moeilijkheden beleven. Ze hebben minder dan een halve kans om in leven te blijven. U weet dat ik niet overdrijf. Integendeel. Ja. Nou nog een manier vinden om te zorgen dat de Supercats het ook weten. Totaal aantal geregistreerde gevallen, dubbele punt, 6. Tussen haakjes, op genoemde datum nog 2 patiënten opgenomen, punt. Eveneens studenten Technische Hogeschool. Punt. Haakjes sluiten. Met dodelijke afloop, dubbele punt. 2. Punt. Tussen haakjes, dubbele punt. Tweede geval is Barry Longworth. Barry Longworth. Verschrikkelijk. Ja, Pauline. Dat is het zeker. Wat komen jullie doen? Eric Nugent is mijn naam. Dokter. We hebben een soort vergadering gehad en we hebben besloten... Wie zijn wij, Pauline? Nou, die veel met elkaar omgaan. Ah, juist. Ze hebben mij zo'n beetje tot hun woordvoerder benoemd. Zo? Ja. Ze willen dat ik u iets vraag. En dat is? Ze
zijn allemaal een beetje ondersteboven van wat er is gebeurd. Dat mag dan ook wel. Niemand van ons had nog ooit gehoord van een sterfgeval. Door tetanus bedoel ik. En nu ineens twee vrienden. Ja, dat is wel om van te schrikken, hè? Nou. Maar is er nou niks dat ze nog had kunnen redden? In dat stadium, meneer? Nee, niets. Weet u dat zeker? Hebben ze zich tot het uiterste ingespannen? Geknokt tot het laatst? Of hebben ze het wel geloofd onder deze omstandigheden? Wie bedoel je met ze? De dokters natuurlijk. Oh. En wat met deze omstandigheden? Dat weet u best. Ze hebben erom gevraagd. Jeugdcriminaliteit. Rondlummelen met verdovende middelen. Dan moeten ze ook maar hebben wat erbij staat. Bent u er zo over, meneer? Ik? Wat ik denk is niet belangrijk. Ik stel alleen maar een vraag. Pauline heeft in dat tijd iets gekregen tegen tetanus. En nou dacht ik... Ja, het was anti-tetanus, dokter. Die prik. Toen ze dat wondje hebben gehecht. Ik weet het. Nou, waarom hebben de anderen dat dan niet gekregen? Beste jongen, wat de anderen al of niet hebben gekregen, informeer je maar in het ziekenhuis. Maar antitetanus serum wordt preventief gebruikt. Het is nauwelijks een geneesmiddel. Alles hangt er vanaf hoe snel het kan worden toegediend na het infectiemoment. Bij Pauline was dat binnen een uur na het ongeval. Bij de anderen... ze hebben waarschijnlijk weken mee rondgelopen. Maar daar konden zij toch niks aan doen? Ze wisten het toch niet? En als die prikken zo preventief zijn, waarom krijgen alle mensen die dan niet? Zo eenvoudig is het nou ook weer niet. Dat begrijp ik niet. Volgens u, zegt Pauline, is zij gespaard gebleven doordat ze een tijdje geleden is ingeënt. Zo is het ook. Maar alleen doordat het betrekkelijk kort geleden is gebeurd. Neemt dat spul dan in kracht af? Dat is het ook niet verwaar. Met aanvullende injecties op gezette tijden is de immuniteit meer dan voldoende. Op gezette tijden? Hoe vaak is dat, dokter? Om de 5 jaar. Om de 2 of 3 voor mensen die door beroepsomstandigheden en zo een meer dan normaal risico lopen. Waarom krijgen ze dat niet allemaal? Van de gezondheidsdienst. Iedereen kan ze krijgen. Van zijn huisarts. Je moet alleen even de moeite nemen naar hem toe te gaan en het hem te vragen. Oh, dat is niks. Dat algemeen bekendgemaakt moeten worden. Dan hadden we het geweten. Stel dat dan maar eens aan de orde bij je politieke partij. Ik? Waarom ik? Nou, zo te horen lijkt je mijn jong mens dat zijn woordje kan doen. Vervent protesteerde, daar twijfel ik niet aan. Misschien mag je zelfs al stemmen. Binnenkort? Ik ben 21. Dan wordt het hoog tijd, vriend, dat je eens op een behoorlijke manier van je burgerrechten gebruik maakt, in plaats van mij hier op een onbehoorlijke manier de les te komen lezen. Oh. Maar... was dat het waarvoor je hier bent gekomen? Nee, dokter. Het gaat ook om die andere. Welke andere? Dat weten we nog niet. Maar we zouden kunnen proberen uit te zoeken wie er nog meer... die ene keer... ja? Die naald hebben gebruikt. Dat is nog helemaal niet bewezen. 2 supercats dood en 4 bijna. Bewijs genoeg, jongen. Een paar weken geleden zijn we bij elkaar geweest met een paar mensen van buiten het college. Er was een meneer bij met een grote auto. Hij had een paar meisjes meegebracht. Vertegenwoordiger of zoiets. Ah. Ja. En toen is er nogal over gepraat. Waarover? Nou... of mensen wel het recht hebben wetten te maken waarmee ze andere mensen van hun vrijheid beroven. De meesten vonden dat een mens vrij moest zijn in het kiezen van zijn eigen... genoegens. Mits ze daarbij een ander geen overlast aandoen, natuurlijk. Zo. En? Nou... we waren het er eigenlijk wel mee eens, niet, Erik? Natuurlijk. Omdat er nou toevallig deze ene keer iets fout is gegaan. Ze hebben het zelf gedaan, hoor, met hun eigen handen. Ik kan de mensen toch niet verbieden risico's te nemen. Bergsport, duiken van de 10-meterplank, motor- en autoraces. Ah, is er dan dus eentje verongelukt? Erik. Oh, neem me niet kwalijk. Ga maar verder. Jij bent degene die de inlichtingen verstreekt. Niemand heeft aan dat soort risico gedacht.
Tenminste, toen het er eindelijk van kwam, waren er maar een paar die zich terugtrokken. Terugtrokken van wat? Nou, een of ander wit poeder. Het ging rond. Wie zin had, mocht het eens proberen. En hoeveel hadden zin? Ik weet het niet precies. 10 of 12 hooguit. Met inbegrip van de 6 die we al hebben? Ja. En jij? Ja, dokter. Dan ga je naar je huisdokter om nog zo'n injectie. Voor alle veiligheid, begrijp je? Goed, dokter. Nou, geef me dan nu maar de namen en adressen van de anderen. Nee. Wat nee? Dat is hun zaak. Daar mogen wij ons niet mee bemoeien. En dat meen je? Ja. Dan ben je een veel groter stommeling dan ik al dacht. Vindt u? Ja. Je hebt nog steeds niet begrepen waar het om gaat. Goed, dan zal ik nog duidelijker moeten zijn. Ik neem aan dat jij nog nooit een patiënt in het ergste stadium van tetanus hebt gezien. Nee? Neemt u dat ook al kwalijk? Dan zal ik jou eens iets voorlezen. Het is een oude, een klassieke beschrijving. Hier. Luister goed. De patiënt achterover, gespannen als een boog. Het hoofd tussen de schouderbladen. Of voorover gebogen. De onderkaak gekramd op het borstbeen. De handen ineengeklauwd. Onduldbare pijnen. De stem alleen nog maar smartelijk. Zij kermen en jammeren van ellende. Als het euvel zich meester maakt van de borstkas en ademhalingsorganen, beneemt het de patiënt onverbiddelijk het leven. Voor hem een zegen, zijnde dit voor hem een bevrijding van ondraaglijke pijn, misvorming en mismaaktheid. Mochten echter de levenskrachten nog te sterk zijn, dan blijft de lijder niet gespannen als een boog. Hij wordt ineengerold als een bal. Een onmenselijke ellende. Een walgelijk schouwspel. Zeer pijnlijk, zelfs voor de aanschouwer. Een ongeneeslijke ziekte. 1800 jaar geleden geschreven. Door een Romeins geneesheer. Is er in die 1800 jaar zo weinig bereikt? Tegenwoordig kunnen we de ergste symptomen wat draaglijker maken, de hevige pijn wat verzachten. Maar genezen? Nee. Tenzij we bijtijds kunnen ingrijpen. De 4 die nu nog leven. Zouden ze het halen, dokter? Daar is nog niks van te zeggen. Ze zijn levensgevaarlijk ziek. Waar het nu vooral op aankomt is ervoor zorgen dat er niemand onbehandeld blijft rondlopen met die infectie onder de leden. En dat kunnen jullie doen door mij een volledige lijst te geven van iedereen, wie dan ook, die op die bijeenkomst is geweest. Maar die hebben toch niet allemaal een prik genomen? Dat weten we pas als we ze allemaal hebben ondervraagd. Het is toch voor hun best veel erg. Weet u wat ik zal doen, dokter? Ik zal het iedereen vertellen en zo dat ze goed weten hoe gevaarlijk het is. Dan kunnen ze voor zichzelf spreken. Dat is niet afdoende. Waarom niet? Ik moet weten wie dit witte poeder heeft meegebracht. Die houdt zijn mond natuurlijk. Die wil niet in moeilijkheden komen. Als we het hem niet heel gauw beletten, brengt hij nog heel wat meer mensen in veel ernstigere moeilijkheden. Dat geloof ik niet. Als ik het op rond vertel, weet hij ook hoe gevaarlijk het is. Ach, jongen. Weten jullie wie het is? Pauline. Ik. Ben er niet zeker van. Je moet toch gezien hebben wie er mee rondging? Het ging van hand tot hand. Wat heb je er wel voor moeten betalen? Niets. Niemand hoeft iets te betalen. Het was een soort tractatie. Wie was er dan zo gul? Ik weet het echt niet, dokter. Maar daar kunnen jullie toch van achterkomen? Waarom zouden we dat doen? Om te helpen de gevangenis in te draaien, zeker? Daar ben ik niet op uit. Dat is mijn taak ook niet. Kunt u ons garanderen dat u eruit blijft? Dat kan niemand. Maar wat ik wel kan garanderen is dit. De kans dat op deze manier iemand van nog vrij rondlopende geïnfecteerden het overleeft, is minder dan 50%.
Als ze vinden dat ze hulp nodig hebben, kunnen ze erom vragen. Niet? Hoe staat het met jouzelf, vind je? Met mij? Maak u zich maar niet bezorgd. Met mij is alles in orde. Paragraaf 3. Onderstreept de politie. Kort verslag van mijn onderhoud met inspecteur Fowler. U had mij meteen moeten waarschuwen, dokter. Maar ik kon toch niet raden dat u ermee te maken zou krijgen? U zoekt iemand die onwettig verboden verdovende middel distribueert. Dacht u hem te vinden door het verzenden van gedrukte uitnodigingen? Toen ik begon te vermoeden dat we met narcotica te doen zouden krijgen, dacht ik helemaal niet aan iets onwettigs. Zelfs nu staat het nog helemaal niet vast. Kom nou toch, dokter. Dat spul is rondgegaan als een doos chocolaatjes op een kinderfeestje. Maar de man die trakteerde, heeft er geen cent voor aangenomen. Dat lijkt toch niet op een misdadige verkoper van verdovende middelen? En dat is nou heel precies wat hij wel is. Gratis monsters nu, dik betalende klanten straks. Ik dacht het waarschijnlijker dat het een verslaafde is die gezelschap heeft gezocht. Een gemeenschappelijke ervaring maakt het voor hem maatschappelijk meer aanvaardbaar. Klinkt mooi, dokter. Maar als u de wijsheid uit een van uw boeken hebt, smijt het dan maar gauw in de kachel. Met z'n hoeveelen hebben ze die gemeenschappelijke ervaring dan wel beleefd? Volgens het meisje hebben een stuk of 12 zich eraan overgegeven. Mm. En als ik gelijk heb, krijgt de tetanus ze allemaal te pakken. We hebben er nu 6. Pauline is 7. En nu mogen wij de rest opsporen. En de verspreidingshuid. Een ogenblik, dokter. Als ik het nou goed begrepen heb, was er volgens u 1 verslaafde op dat partijtje? Met zijn eigen voorraadje heroïne? En waarschijnlijk die ene geïnfecteerde naald? Ja. Nou, wie het dan ook geweest is, die naald heeft u nu wel gesteriliseerd. Of weggegooid. Hij is nu op de hoogte. Jawel, maar het is tenslotte niet meer dan een veronderstelling. Bovendien, wie zegt dat die naald de boosdoener is? Nou, wat nou, dokter? Dat heb je toch zeker zelf gezegd? Zeker, en voorlopig hou ik het daar ook op. Maar mijn infectiehaard en uw sluikhandelaar moeten we misschien nog verder terugzoeken. Wat bedoelt u precies? Tja, ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet van die praktijken af weet. Kunt u me niet een beetje inlichten? Jawel. In deze stad blijft de sluikhandel zo'n beetje beperkt tot het havengebied. Meestal marihuana en hashish. Sneeuw komt maar heel zelden voor. Hoe komen ze daar dan aan? Heroïne, morfine, cocaïne en al dat soort spul is meestal afkomstig van diefstal. Bij de groothandel, apotheken, ziekenhuizen, spreekkamers, klinieken. Of het wordt gekocht? Op valse recepten. Dood enkele die het op een echt doktersrecept krijgt, ziet kansen van over te houden en dat verkoop je dan. Tabletten? Of kristallen. Het meisje sprak van een wit poeder. En dan was het gesmokkeld. Hoe gaat dat in zijn werk? Gewoon, in bussen. Lucht- en waterdicht. De heren chagra's verdelen de inhoud van zo'n bus in kleinere, onzichtbaar te vervoeren hoeveelheden. En verpakken die in cellofaan, postzegelzakjes en zo. En daar begint het dan. Wat? De zwendel, de vervalsing. Om de winst nog een beetje hoger op te schroeven. Talkpoeier, zuiveringszout, alles is goed. We hebben er aardappelmeel. Zelfs gewoon stof in gevonden. Ja. Je begrijpt, hoe meer tussenpersonen, hoe slapper het spul. Het laboratorium heeft monsters geanalyseerd met niet meer verdovende bestanddelen dan in een aspirintje. Ja, ja. Maar in deze gevallen is er nog een ander bestanddeel aan toegevoegd. Tetanus. Aan de heroïne? Hoe dan? U hebt het net gezegd. Stof. Stof kan rijk zijn aan slapende tetanusbacillen, die alleen maar wachten op de warmte van een dierlijk lichaam, om in het bloed tot volle ontwikkeling te komen. Ah, en hoe verder we terug moeten gaan, langs de distributieketen om iets van die aard te vinden. Juist. Ja. Begrijpt u nu waarom ik me zo ongerust maak en waarom ik zo'n haast heb? En of, het is mogelijk dat er ondertussen nog steeds een onbekende maar behoorlijke partij besmette heroïne in omloop of in voorraad is. Waarvan iedereen die het gebruikt de dupe wordt.
Mm. En meer dan de helft gaat er onherroepelijk aan, inspecteur. Ja, ja. Maar hoe dacht u die chagra's en al dat tuigen toe te brengen om zo profijtelijk verdunde negotie vrijwillig door de gootsteen te spoelen? De heren en dames ook, hoor, zijn nog nooit gebarsten van verantwoordelijkheidsgevoel en maatschappelijk inzicht. Nee, ik heb er eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan. Het is zo duidelijk als wat. Het zal altijd zo doorgaan met alle gesmokkelde narcotica. Verdunnen, vervalsen. Je weet nooit hoe en waarmee? Nee, nooit. Daar hoeft u zich wat die volksgezondheid betreft nou niet zo erg ongerust te maken, hoor. Het is maar een bijzonder kleine minderheid die gevaar loopt. En onder ons gezegd, dokter, veel is er niet aan verbeurd. Misschien niet. Maar dat vermindert in geen enkel opzicht hun recht op onze hulp en bescherming, inspecteur. Dat wil ik best met u eens zijn. Maar ik kan niemand beschermen tegen zichzelf. En helpen tegen zijn wil. Het enige wat ik moet doen, is die rotzooi opsporen. Er moeten een paar van die knullen zijn die weten waar het vandaan komt. Of die iemand kennen die het weet. De jongen en het meisje die met u gesproken hebben, zal ik meteen onder handen nemen. Maar maak ze niet kopschuw, inspecteur. Ze lijken me nogal kwetsbaar. Nou ja, nou, ik zal ze kwetsen. Dat beloof ik u. Maar daaruit krijg ik het. Als u die kinderen te hard aanpakt, kruipen ze in hun schuld. Ja. Kunnen ze dan nooit meer bereiken en vertellen, doen ze niets. Ik betwijfel zelfs of de vijf die in ieder geval behandeld moeten worden zich ooit vrijwillig zullen melden. Een risico dat wij dan maar eens moeten nemen, dokter. Het is me nu volkomen duidelijk. Die vijf tegen God weet hoeveel meer. Nou, die vuiligheid kan zijn meegebracht door iedereen die aan het vijfje heeft deelgenomen. Bent u erachter kunnen komen hoeveel het er zijn geweest? 54. En het is toch echt maar een gewone zit-slaapkamer in Soetera. Als sardientjes in een blik. Dat is dat hun opvatting van plezier maken. Hmm. Maar goed, dokter Penny en ik hebben de lijst tenminste compleet. Alle 54. Gerubriceerd naar leeftijd, geslacht, woonplaats, studierichting, wat u maar wilt. En de gasten? De muzikanten en andere niet-studenten? Dat zijn er 8 geweest. Ze staan erbij. Ik heb de processen verbaal. Dr. Penny heeft ze van de 46 studenten. 27 houden vol dat ze niets weten van narcotica of dat erover zou zijn gesproken. Ik heb de dames en heren nog eens extra aan de tand gevoeld en voorlopig ben ik ervan overtuigd dat ze de waarheid hebben verteld. Van de overblijvende 19 beweren er 8 dat ze al dat gepraat erover wel hebben gehoord, maar dat ze zelf dat witte poeder met geen vinger hebben aangeraakt. 3 geven toe, en daar is dan Pauline Beckwith bij, dat ze het hebben geprobeerd. 2 zeggen dat het maar een snuifje is geweest. Allemaal behandelen. Nou, als er niemand heeft gelogen, klopt het wat de aantallen betreft. Dat is tenminste iets. En nu de man met het spuitje. Iets ontdekt? Niets. Pauline blijft zwijgen en die Eric is wel erg spraakzaam, maar hij zegt niets. Die verbeeldt zich dat hij door manager is, geloof ik. Op dit punt dus geen succes voor de medische afdeling. Hmm. En de politiëlen? 3 van de 8 zijn muzici van een club waar die kinderen vaak heen gaan. De drummer is geslaafd, dat weet ze wat iedereen. Een zielige kerel eigenlijk. Wij kennen hem en hij kent ons. Hij heeft dat gezwam over het eens proberen die avond gehoord en getracht het uit hun hoofd te praten. Dat zegt hij tenminste en ik geloof het ook nog. Dan komt die zogenaamde vertegenwoordiger. Aan de rol met maar liefst 3 vriendinnetjes tegelijk. Alle 4 weten ze van niks. Maar van die meisjes geloof ik het. Van hem ben ik niet zo zeker. Maar dat komt nog wel. En nummer 8? Hebben ze thuis ziek in bed aangetroffen. Ik heb hem meteen door de geneeskundige dienst laten oppakken. Hij zal nu wel in het ziekenhuis zijn. Maar de vent die we zoeken? Geen spoor. Zodat we net zo ver zijn als u. Ik denk dat we ze nu allemaal zo bang hebben gemaakt dat ze zullen zwijgen tot het laatst. Het beetje vertrouwen dat we misschien hebben gehad, zijn we voorgoed kwijt. Dan doen we het maar zonder, dokter. Ik onderzoek een zaak. En als ik bij dat onderzoek stuit op iemand die de wet op de verdovende middelen heeft overtreden, of welke wet dan ook, sleep ik hem voor de rechter. Maar moet dat nou met alle geweld? Er zijn levens in gevaar. Die moeten we zien te redden. Die levens zouden niet in gevaar zijn als er geen idioten waren die voorspelde kussen spelen. En als er geen gaaiers bestond dat ze uitknijpt als citroenen. Kom, kom, inspecteur. U weet best dat het niet allemaal idioten zijn. De meeste verslaafden zijn stumpers. Patiënten die we moeten helpen. Ieder zijn taak, dokter.
U op uw manier en ik op de mijne. En ik zeg, probeer ze uit de klauwen van dat schorum te houden, dan help je ze het best. Dat tuig in de watten te leggen om een onderzoek te vergemakkelijken? Dank je hartelijk. Dat vergt niemand van u. Maar zonder tact komen we beslist niet verder. Het is maar wat je tact noemt. En wat het verder komen betreft, dokter. We schieten harder op dan u denkt. Vindt u? Oh ja. Ik weet nu hoe en waar ik moet zoeken. Op dat feestje is een vent geweest met een spuit bij zich, een naald en meer heroïne dan hij zelf aankomt. Daar hebben we houvast aan. Want het wijst op de vrij zeldzame combinatie, chageraar, maar zelf ook verslaafd. Er is dus een mooie kans dat hij in onze dossiers voorkomt. Een verslaafde hoeft nog geen misdadiger te zijn, inspecteur. Ja, dat zinnetje ken ik, maar al te goed. Een ziekte. In wezen niet verschillend van de afwijking die u en mij naar een glas whisky doet verlangen, maar anderen tot alcoholisten maakt. Dat is ook zo. Verslaafden, dokter, komen maar al te vaak tot misdrijf. Om die idiote prijzen van heroïne en al die andere viezigheid te kunnen betalen. Wat die studenten betreft verknoeit u uw tijd. Als ze al in dossiers voorkomen, geef ik de onze meer kans. Slechte gezinnen, gescheiden ouders, persoonlijkheidsdeformatie, aanpassingsmoeilijkheden. Kijk maar eens wat u kunt vinden, dokter Penny. Goed, dokter. Waar begin ik? 11+ lijkt me een goed uitgangspunt. Denk ook aan de kinderbescherming. Schoolhoofden. Afgesproken, heren. U snuffelt in uw papierwinkel, ik in de mijne. Eens kijken wat we vinden. Wellicht niet ten overvloede. Wijs ik op het verschil in benadering van deze kwestie. De politie, comma. In de eerste plaats erop uit een eventuele misdadiger te arresteren, comma. Arresteren, comma, ja. Is geneigd het tempo van haar onderzoek matig te nemen, punt. Mijn afdeling daarentegen, comma. In de eerste en voornaamste plaats tot taak hebben de verborgen infectiehaard op te sporen, comma, kan zich zulk een wilde niet veroorloven. Ik hoop dat je ongelijk krijgt, Graham. Want als er nog meer besmette heroïne in omloop is, wordt ze gebruikt ook. Dat wordt dan een hoog dodencijfer, collega. Dat moet je vooral mij vertellen. We doen alles wat je maar kunt bedenken. Wij hier ook. Maar voor een paar is dat niet genoeg. Er vallen nog meer slachtoffers. Hoeveel? Kom maar eens mee. Deze twee leven alleen nog maar dankzij die apparaten. De andere maakt het iets beter. Geef ze een klein kansje. 4/7. Dat had erger gekund. Natuurlijk. Ze hadden allemaal dood kunnen zijn. Met de andere krankzinnigen die niet genoeg hebben aan de gewone plezierige dingen in hun leven. Hoe dat erbij ligt. Zo onbevoorrecht zijn ze toch niet. Ze zijn min of meer intelligent. Ze komen uit degelijke gezinnen. Verdomme nog aan toe. Zo'n meisje als er in de wachtkamer zit. Een schatje om te zien. Wat gaat er allemaal om in de hersens van die kinderen? Ja, als we dat wisten. Een meisje? Hoe heet ze? Dat weet ik niet. Maar ze is er haast de hele dag. Om bij de hand te zijn als een van de vriendjes weer een beetje bij zijn positief is. Ik heb haar maar niet verteld dat deze twee het niet zullen halen. Ik denk dat ze dat al weet. Ik zoek je wel weer op, Silverstone. Tot straks. Ja, dokter. Oh,
bent u het? Dag, Paulien. Waarom ga je niet naar huis, kind? Hier kan je niks doen. Hoe is het met ze, dokter? Hebt u ze gezien? Ja. En? Mary Hazeltine maakt het wat minder slecht dan de anderen. Maar twee van je vrienden hebben het heel erg moeilijk. Gaan ze dood? Als er geen wonder gebeurt, ja. Heet één van die twee David Cage, dokter? Hun namen ken ik niet. Hij is opgenomen nadat ik u het laatst had gesproken. Hij ligt in zo'n ademhalingsmachine. Ik zal dokter Silverstone vragen of hij je wil inleggen. Mag u dat niet doen? Ik heb het recht niet je meer te vertellen dan ik gedaan heb. En ik geloof niet dat jij het recht hebt mij meer te vragen. Waarom niet? Als je mij geen vertrouwen schenkt, mag je niet verwachten dat ik het jou wel doe. Mijn vertrouwen staat hier buiten. Er zijn anderen bij betrokken. Die mag ik niet in moeilijkheden brengen. De beste manier om die onoverkomelijk te maken is je aan vastklampen. Zoals jij doet. Begrijp je dan niet, meisje, dat ik je wil helpen? Ja. Verdorie, waarom vertrouw je me dan niet? Ik ken u helemaal niet. Dus jij wantrouwt en verdenkt iedereen die je niet kent? Nee, meestal niet. Waarom nu dan wel? Uw positie, autoriteit en alles wat ermee te maken heeft. U hoort bij degene die de voorschriften hebben gemaakt. Wij hebben ze overtreden. Tja, ik kan je niet geruststellen met het smoesje dat dat er niet op aankomt. Want dat doet er natuurlijk wel. Maar misschien kunnen we tot een vergelijk komen. Dat hebben we toch al gedaan. Ik heb u geholpen met inlichtingen zoveel ik kon. Zover ik mocht gaan. U hebt mij geholpen door de levens van mijn vrienden te redden. Zoveel ik kon. Nou, maar wacht, niet meer succes heeft. Hè? Dus jij maakt je alleen maar bezorgd om de levens van je vrienden. Het kan je niks schelen of er slachtoffers vallen buiten jouw selecte kringetje van hardnekkige stommelingen. Toch wel, dokter. Maar slachtoffers vallen er iedere dag en overal. Twee of drie wegen niet op tegen mijn eigen verantwoordelijkheid. Solidariteit met mijn eigen soort. Zo denk ik erover, dokter. En het zal lang duren voor ik van mening verander. Geloof me nou maar gerust, dokter. U bent veel te zoetsappig met die studenten. Zo krijgt u ze niet aan de praat. Met een vuist op tafel nooit, inspecteur. In vuisten geloof ik ook niet, dokter. Maar wel in dossiers. Duik in verdovende middelen en je vindt altijd wel ergens een politieblaadje op de achtergrond. 6 van de 45 supercats hebben wij in ons kaartsysteem. Fout parkeren of zo, nou, dan sta ik er ook in. Nee, dokter Graham. Harde feiten. Alsjeblieft. Kijk maar. En wat hebt u bereikt, dokter? 7 staan te boek bij verschillende klinieken. Alsjeblieft, inspecteur, kijkt u maar. Deze 2 heb ik ook. 9 verdachten dus. We zullen ze stuk voor stuk verhoren, maar ik wed op deze 3. Richard Feldman. Een oude bekende. De drummer, over wie ik het al heb gehad. Maar toen zei u dat hij juist had geprobeerd die kinderen vanaf te houden. Dat geloof ik nog. Maar dat maakt hem niet minder verdacht. Als de enige bekende verslaafde staat hij toch nummer 1. Cyril Pascal, leeftijd 35 jaar, beroep. Directeur in een NV? De vertegenwoordiger. Het vuifnummer dat met 3 dametjes tegelijk op het feestje kwam. Interessante knaap. Herhaaldelijk in moeilijkheden, springt er telkens weer uit. Boetes voor te snel rijden, veroordeling wegens het scheppen van een voetganger op een zebrapad. Maar het lijkt toch niet erg op handel in verdovende middelen? De laatste keer ging het om belastingontduiking. Accijns, om het precies te zeggen. Juwelensmokkel en heroïnesmokkel liggen dichter bij elkaar dan u denkt, dokter. David Gage. Die heb ik ook. Moeilijke jongen. Ja, maar hij neemt het nogal makkelijk. Motorpikken zonder toestemming van de eigenaar. Op weg rossen zonder rijbewijs. En hem dan een dichtels rijden tegen een verkeerszaal. Was Pauline Beckwith daarbij betrokken? Ja. Hoe weet u dat? Heeft het me verteld? Waarom heeft hij eigenlijk geen antitetanusinjectie gekregen tegelijk met Pauline? Omdat hij helemaal niet gewond was. Arme meid. David zal het niet overleven, vrees ik.
Wat voor kans hebben we dan nog om via hem aanwijzingen te krijgen? Gewoon, huiszoeking. Iedereen verhoren die hem heeft gekend. Iets over Pauline gevonden, dokter? Helemaal niets. U ook niet, inspecteur? Nee. Dat is vreemd, hè? Waarom? Ze heeft dezelfde achtergrond als David. En ze was betrokken bij dat ongeluk. Jawel, maar zij had die motor niet gepikt. Dat is net als met de verdovende middelen. Die meisjes hebben er meestal niks mee te maken. In deze zin dat ze zelden voor medeplichtigheid kunnen worden gepakt. We zullen haar natuurlijk verhoren over David Gates, maar ik geloof niet dat zij zelf in het rijtje verdachten thuis hoort. En die andere jongen? Van hem vind ik niks bij deze... Hé, hey, ja, hier is die. Eric Nugent. Wat is er met hem? Bij ons is hij niet bekend. Bij ons wel. Nu tenminste. De man die met Pauline was meegekomen. Ik vraag me nog steeds af waarom. Nugent, Eric, student. 23 jaar. Ah, ik vermoed al dat die Logan een stuk ouder was dan de anderen. Het is zo begonnen toen hij 12 was. Spijbelen, onbeschoft en dwars, vooral tegen zijn onderwijzers. Schoolpsychiater. Geen kei in lezen en schrijven, maar toch een verrassend hoog IQ. Het buitenbeentje, maar toch niet mee kunnen komen. Gaat zich dan een mislukking vinden? Zo ongeveer? Hij zou naar het gymnasium zijn gegaan, maar toen het zover was, hoefde het niet meer. Op een dag viel hij uit een boom en brak zijn arm. Zijn moeder houdt vol dat hij zich met opzet heeft laten vallen. Ze zijn er niet achter kunnen komen of dat waar is. Maar hij had wel bereikt wat hij zo graag wou. Het laatste half jaar kon hij niet naar school. Een ondernemend kereltje. Nou, toen kwam de ziekenhuispsychiater eraan te pas. Is hij nog onder observatie? Nee. Zo af en toe was er nog wel eens wat. Maar toen hij eindelijk toch college ging lopen, was het uit. Wat heeft hij daarvoor gedaan? Van alles. Hij is zelfs een tijdje in het leger geweest. Uitgezonden naar het Verre Oosten. Maar ontslagen wegens psychologische ongeschiktheid. Wanneer? Kleine 2 jaar geleden. Hoe lang had hij toen gediend? Oh, 2 jaar en een paar maanden. 2 jaar en nog eens 2 jaar. Iets meer, iets minder. Ja, ik geloof dat ik dat ben. Inspecteur. Dokter. Ik stel voor dat u met Eric Nugent begint. Waarom? Uit uw eigen gegevens blijkt dat alles in orde is gekomen toen hij ging studeren. Denkt u dat er toch iets mis is met hem? Ja. Hoe komt u op die gedachte? Een vermoeden. Intuïtie voor mijn part. Kunt u hem meteen opsporen? Tuurlijk. Ik hoef maar een agent naar zijn huis te sturen. Doe dat dan, inspecteur. U zult er geen spijt van hebben. Kunnen we hem samen verhoren? Goed, ik zal hem laten halen. Wat wilt u nu nog van me? Oh, een paar inlichtingen. Inspecteur Fowler is bezig met een erg moeilijk onderzoek. En ik denk dat jij hem zou kunnen helpen. Ja, meneer Nugent. Het gaat over dat feestje. Welk feestje? Kom meneer, als u zo'n houding aanneemt, schieten we niet op. U weet heel goed welk onderzoek dokter Graham bedoelt. Zijn mensen en mijn sergeant hebben uw verklaringen. U bent hier al eens een keer geweest. Vrijwillig, inspecteur, als ik u even op het fijne verschil mag wijzen. En toen heb ik dokter Graham alles verteld wat ik wist. Jij hebt me helemaal niets verteld. Wat ik nog te weten ben gekomen, heb ik van Pauline Beckwith. Ik was er toch maar bij, of niet? Ja. Waarom eigenlijk, Eric? Om te voorkomen dat ze meer zou zeggen dan jij goed zou vinden? Ze wist niet meer. Oh ja. Zij weet wie die heroïne heeft meegebracht en uitgedeeld. Als dat zo is, beste kerel. Als iemand van jullie die man kent, moet ik je nog eens ernstig waarschuwen. Medeplichtigheid aan het smokkelen en een omloop brengen van narcotica is een misdrijf. In dit geval een verrekt gevaarlijk asociaal misdrijf. Met de levens in gevaar... Er zijn geen levens meer in gevaar. Iedereen die hier voor een aanmerking kwam is nu behandeld. Hoe weet jij dat zo zeker? Omdat we ze allemaal onder controle hebben. We? De Supercats. We hebben zelf een onderzoek ingesteld. En met succes. Zo'n onderzoek, beste jongen, kan alleen succes hebben met een speciale techniek. Veel ervaring, kennis van statistische methodes. Daar weet ik alles van, dokter. Bij het leger doen ze het net zo. En ik kan het zeker zo goed als stofsieren, zo niet beter. Maar dit is geen militaire operatie, meneer, wat denkt u wel? Het principe is hetzelfde.
Onderdelen, staf, tijdschema's, kaarten, grafieken. Heb ik allemaal gedaan. Misschien doeltreffender dan de politie of de geneeskundige dienst. Vergeet ook even niet dat ik alle medewerking heb gehad. Van iedereen op die vuif heb ik de bewegingen kunnen nagaan. Iedere minuut daarna. Niemand overgeslagen? Niemand. Daarvoor hebben te veel ogen gezien, te veel mensen zich herinnerd wat er is gebeurd. Vreemd. Als wij zo iemand ondervragen, is hij die avond vol slagen blind geweest of hij krijgt opeens geheugenstoornis. Natuurlijk. Als iedereen die hier komt, kans loopt in zijn kraag te worden gepakt. Vriendje, het schijnt maar niet tot jou door te dringen dat ik deze hele stad, straat voor straat en huis voor huis, ga uitkammen. Net zolang tot ik de vielbessenkladder heb die dat pakje vuiligheid heeft verkocht. En dat kan alleen via de ezel die het van hem heeft gekocht. En hoe vind ik die ezel? Via de shoppakket. En dan begin ik natuurlijk bij de generale staf. Hoe kan ik het zo treffen? Doe geen moeite, inspecteur. De shoppakket verraden niemand. Jij kleine, kortzichtige idioot. Nou is het genoeg. Je gaat mee naar het bureau. En ik zal jou, ik zal jou persoonlijk op de pijnbank leggen. Net zolang tot ik eruit heb. Een ogenblik, inspecteur. Ik geloof dat de heer Nugent niet mag begrijpen waar het om gaat. Ik ken zijn standpunt wel. Onafhankelijkheid. Verantwoordelijk zijn voor jezelf. Voor de gevolgen van je eigen daden. Baas zijn over je eigen leven. De rechten van het individu, dokter. Daar heeft het meer mee te maken. Maar die rechten maken het individu niet, mijn jongen. Jij vertilt je eraan. En dat leidt onherroepelijk tot eigenwaan, zelfmedelijden en zelfbevrediging. Klinkt allemaal enorm flink en stoer. Maar knapen van jouw kaliber deugen er niet voor. Het einde is volstrekte afzondering. En eenzaamheid. Onvoorstelbare ellende. Dat risico loopt iedereen. En iedereen heeft het recht dat risico willens en wetens te nemen. Zonder door mensen als u of de inspecteur anders te worden behandeld dan anderen. Mooie overtuiging. Om voor te sterven, hè? Wat dan ook drie van je vrienden al hebben gedaan. Dat weet je toch? Nee, ik dacht dat het er twee waren. Ken je David Gage? Natuurlijk ken ik die. Goed? Niet beter of slechter dan de anderen. Hij is vannacht gestorven. Oh. Dan heeft hij pech gehad, David. Ik heb de indruk dat hij en Pauline intiem bevriend waren. Zeer intiem. Zal een gevoelige klap voor haar zijn? Nou. Zodra ik het haar verteld heb, kan ik van haar onevenwichtige toestand gebruik maken. En haar aan het praten krijgen. U doet mij. Die foltering, Eric, wil ik haar liever besparen. Ze zit nu wel genoeg in ellende, vind je ook niet? En met haar vele anderen. Drie zijn er nu al dood. Dat allemaal door de praktijken van één onverantwoordelijke idioot. Maar dat is toch niet waar? Ik wil niet goed praten wat er is gebeurd. Maar iedereen heeft verdomd goed geweten wat hij deed. Niemand heeft ze gedwongen. Dat is maar hoe je bekijkt, Eric. En van tenminste één geval moet je weten dat het beslist niet waar is. Zo? Welk geval is dat dan? Dat geval was Barry Longworth. Oh ja? Wat was er dan met Barry? Barry Longworth is gestorven aan tetanusvergiftiging, vermoedelijk veroorzaakt door injectie met besmette heroïne. Hij had een kleine zwelling op de rechter onderarm, met in het midden enig littekenweefsel dat de plek aanduidt waar een naald kan zijn binnengedrongen. Nou? De rechterarm, Eric. En Barry was niet links. En nou geloven wij dat iemand anders hem een handje heeft geholpen. Hij wou het ook wel eens proberen. Maar naar voren is hem al wat opgestroopt, kreeg hij al griezels bij de gedachte dat hij een naald in zijn eigen arm moest prikken. En toen heeft een hulpvaardige ziel het maar even voor hem opgeknapt. Als we nou eens aannemen dat het zo gebeurd is, jongen. Wat blijft er dan over van jouw mooie beginsel der persoonlijke verantwoordelijkheid? Een baas zijn over je eigen leven? Als Barry erom heeft gevraagd, hij wou het proberen niet. Maar toen het erop aankwam, had hij het lef niet. Wie het dan ook gedaan mag hebben, het was een vriendendienst. Een doodvonnis. Idioot. Bulserk. Maar dat kon ik toch niet weten? Hij liep dezelfde kwaaie kant als Berg. Hoe kon ik dat dan wel weten? En hoe weet jij dat zo zeker? Hé. Hey. Wacht eens even.
Dr. Graham. Inspecteur? Hebben alle mensen die volgens onze rekensommetjes voor een behandeling in aanmerking komen zich al gemeld? Nee, nog niet allemaal. Dat klopt dan niet, hè? Want de heer Nugent heeft een paar minuten geleden verklaard dat iedereen behandeld is. Pardon? Iedereen die er voor een aanmerking kwam. Dat komen ze allemaal. Behalve iemand die net als Pauline al eerder is behandeld. Dat kan toch? Jawel, vriend, maar hoe kan iemand dat nog volstrekt zeker weten? En vooral, hoe kan hij zo precies weten dat hij nog immuun is? Dat moet ik dan van jou hebben vernomen. Van mij? Ja. Ik heb jou en Pauline verteld dat immuniteit ten gevolge van een profylactische behandeling met ATS een zeker aantal jaren duurt. Dat herinner ik me, ja. Ik vraag me af of dat misschien de werkelijke reden van jouw komst was. Onder andere, ik was er toch ook bij betrokken? En hoe? Je bent een tijdje in militaire dienst geweest, hè? Ja. Ik ook. Als ik me goed herinner, en dat zullen ze zeker niet veranderd hebben, krijgen alle recruten injecties. Of een gecombineerde injectie, onder andere tegen tetanus. Heb jij die ook gehad, Erik? Dat zal wel. Dat is dus geweest 4 jaar geleden. 4 jaar, ja. Ah. Dan heb je dus... U schijnt alles van te weten. Injecties. Waarom vraagt u het dan? Waarom ben je eigenlijk uit dienst gegaan? Praat er gewond. Bij een gevecht? Een of andere actie? In actieve dienst als hetzelfde. Wat was de aard van de verwonding? Verbranding. Omgevallen oliekachel. Ze hebben nog zo geprobeerd te draaien dat ik hem zelf had omgeschopt. Was het erg? Eerste graad. Dat is vervloekt pijnlijk. Hoeft u me niet te vertellen. Maar ze zullen je toch zeker wel morfine hebben gegeven. Om de pijn te verzachten. Oh. Was dat morfine? Hoe lang heb je het nodig gehad? Tijdje. Het was niet zo makkelijk om overheen te komen. Hebben ze je daarom ontslagen als psychisch ongeschikt? Of was het omdat ongeluk? Het was een ongeluk, verdomme! Denken jullie nou heus dat je zoiets verschrikkelijks met opzet doet? Grote God. Die pijn. En wat eerst een medisch voorschrift was om die pijn tot bedaren te brengen, is nu een gewoonte geworden, nietwaar? Ach, jullie begrijpen het niet. Beter dan je denkt, jongen. Volgens mij is het zo gegaan. Jij bent het geweest die de besmette heroïne heeft meegebracht. Jij bent ook de man die je vrienden heeft overgehaald het ook eens te proberen. Een experiment waarvoor te veel mensen te duur hebben betaald. Ik denk dat jij zelf er ook van hebt gebruikt, maar jij bent immuun voor tetanus, zoals je inmiddels te weten bent gekomen. Toen ben je jezelf gaan wijsmaken dat jij geen schuld had aan die vreselijke gevolgen. Jij was het lijdzaam instrument in de handen van een blind en onafwendbaar noodlot. Misschien. Ja. Maar als je ook nog de naald in de arm van die Barry Longworth heeft geprikt. Dat is moord. Doodslag. Dood door schuld. Nou, Eric. In godsnaam, jongen, hou het niet voor je. Dat kan jij niet tegen. Dat weet je nog beter dan ik. Dat blijft aan je vreten. Daar ga je aan kapot. Ze hem mee naar me toe te halen. Daarom heb ik het ze voor niks gegeven. Ik had er genoeg voor betaald. Alles wat ik had. Barry was de eerste die zei, nou, vooruit. Maar toen hij het wou doen, begon hij zo te beven. Rustig, rustig, Anna-Major. Neem er de tijd voor. En vertel alles. Je helpt ons ermee. En anderen. Maar jezelf het meest.
De bekentenis en andere mededelingen van Eric Nugent stelde mijn afdeling in staat, het onderzoek te voltooien en alle studenten te doen behandelen, die mogelijkerwijze met de geïnfecteerde stof in aanraking konden zijn geweest. Punt. Ook inspecteur Fowler's onderzoek naar de bron van herkomst werd met succes bekroond. Punt. Een afschrift van zijn gedetailleerd rapport gaat hierbij. Hier is het, dokter. Een klein stukje lopen naar de havenkant. Gaat u iemand arresteren? Dat is al gebeurd. U hebt er geen gras over laten groeien. Dat doe ik nooit, dat ik zeker ben van mijn zaak. Nee, ik ook niet, natuurlijk. Er is misschien wel meer overeenkomst tussen uw vak en het mijne. Houdt u van dieren? Van dieren? Hoe dat zo? Het is een dierenwinkel. Hier, deze. Stil jij. Je bent zo wel lelijk genoeg. Goh, wat een grappige aap. Voor zijn baas misschien, maar ik vind het een kreng. En onze gevoelens zijn wederkerig. Weet jij, ouwe jongen? Nou, bedaar maar. De dierenbescherming komt jullie straks allemaal halen. Het baasje gaat een tijdje uit logeren. Hebt u voldoende bewijs? Voldoende om een regiment huzaren in slaap te zingen. Dr. Penny heeft er monsters van genomen. Wat Eric Nugent die avond bij zich had, is hier vandaan gekomen. Het laatste van een versneden partijtje. Gewoon aan een chagraar over de toonbank verkocht. Die zit ook al achter de balies. Nou, en van Eric weten we ook dat die avond alles schoon is opgegaan. Dus die rommel is uit de wereld. Versneden? Ja. Weet u ook waarmee? Ja, met verpulverde saccharine-tabletten. Uit een doos die daar op de plank stond. Nee. We zijn nog niet aan het eind. Nog lang niet. Want als die tabletten besmet zijn geweest, hoe staat het dan met de rest? En met alle andere tabletten van diezelfde fabriek? Oh nee, dat is veel te ver gezocht. De besmetting moet anders zijn ontstaan. Mm. En hier... U kunt wat mij betreft die kerel ook ondervragen natuurlijk, maar hij heeft mij bezworen niets anders te hebben gebruikt dan die saccharine. Het hoeft geen opzet te zijn. Iets van het hier rondzwevende stof. Maar die knaap is nou juist zo zindelijk en netjes. Voor een dierenwinkel vind ik het hier opmerkelijk schoon. Net de kooien. Alles opgeruimd. Toen we kwamen binnenvallen, was hij net bezig dat mormel te borstelen of hij ermee naar een tentoonstelling moest. Hier, met die babyborstel. Die ligt nog precies waar hij hem liet vallen toen we vertelden dat we van de recherche waren. Verpulverde saccharine-tabletten. Ja, ik geloof dat het waar is. Hoe werden die tabletten verpulverd? Weet u dat? Ja, in een soort... kom van dik glas. Ook in beslag genomen. Een mortier dus. Een soort vijzel. Hmm. Is er een glazen stamper bij? Nee. Iets dergelijks van porselein? Metaal? Ook niet. Weet u het zeker? Volstrekt zeker. Waarmee heeft u ze dan fijn gekregen? Dat weet ik niet. Op die vraag ben ik dood eenvoudig niet gekomen. Maar hij zal wel iets gebruikt hebben dat... Hier. De steel van die borstel... Blijf af! Ik schrik van ongeluk. Kijk maar gauw of u geen open wondjes aan uw hand hebt. Denkt u dan dat die borstel
besmet is? Dat is hij zeker. Tetanussporen worden meestal verspreid in dierlijke feces. Klevende resten daarvan verdrogen, verkruimelen tot stof. Het stof blijft hangen in de vacht van het beestje. Dus, als dit de borstel is waarmee die aap gewoonlijk wordt opgepoetst, en waarmee ook nog saccharine tabletten worden vergruisd, de rest kunt u zeker wel raden, inspecteur. Alle hulde, dokter. Knap speurwerk. Complimenten van vaklui en de enige waar ik wat om geef. Inspecteur? De ongewone samenloop van omstandigheden welke tot deze uitbarsting van tetanus heeft geleid, kan een herhaling uitgesloten worden geacht. In rapporten als dit is het echter gebruikelijk de verantwoordelijkheid voor het verschijnsel vast te stellen en maatregelen aan te bevelen die zelfs de geringste mogelijkheid op herhaling zouden kunnen uitsluiten. In dit geval is de verspreiding der infectie het indirect resultaat geweest van wat ik zou willen noemen het dwaze najagen van verboden genot. De eventuele schuldvraag echter, de bestrijding en voorkoming van onwettig narcotica gebruik, zijn kwesties die niet te mijner beoordeling staan. Wat vindt u ervan, meneer? Kan het zo? Zeker, dokter. Het lijkt me heel goed zo. Nou, geef dan maar hier. Aldus Arnold Jarrow in zijn hoorspel De Naald in de Hooiberg. Met Jan Wechter als Dr. Graham. Harry Bronk als Dr. Penny. Paul van der Lek als Dr. Silberston. Hans Veerman als inspecteur Fowler. Joke Hagelen als Pauline Beckwith. Hans Karsenbarg als Eric Nugent. En Tine Nedema als mevrouw Hesseltine. Vertaling en bewerking zijn van Anne Iwitsch. De regie had Jan C. Hubert.